Wat is de relatie tussen traumawerk, traumaheling en familieopstellingen? Bij familieopstellingen ga je kijken naar datgene wat je draagt van jouw familiesysteem. Dus datgene wat jij bent gaan dragen uit liefde uiteindelijk. Voor jouw familieleden. En je komt er achter dat je dat doet als je voelt, ik blijf me maar op een bepaalde manier gedragen of ik blijf me maar op een bepaalde manier voelen, waar ik wat als het ware van buitenaf komt, wat me overkomt, waar ik eigenlijk niks aan kan doen, hoezeer ik het ook probeer. En je kunt daar niet met je bewustzijn bij komen, wat je nu precies draagt vanuit je familiesysteem. Dat kan in een familieopstelling zichtbaar maken. En als je meer wil lezen over familieopstellingen, dan kun je kijken naar mijn website, die ik hier noem in de beschrijving onder dit filmpje. Daarin vertel ik meer, daarin deel ik ook blogs, ik deel ook podcastafleveringen en ik heb een playlist over familieopstellingen in dit YouTube-kanaal ook. Dus een familieopstelling, daarin ga je zien de dynamiek die heeft gemaakt dat jij je voelt zoals je je voelt, dat je doet wat je doet, dat je de verslaving hebt die je hebt, dat je alsmaar geld verliest of werk verliest, of dat je alsmaar in conflicten komt met mensen, of dat je je alsmaar depressief voelt of leeg, of dat je je plek niet kunt vinden in de wereld. En zo'n familieopstelling is in principe voor een hele tijd eenmalig. Dus dat is de opstelling. En na de opstelling gaat dat wat je gezien hebt en wat er geopend is, gaat zich verder ontvouwen. En dat kan wel een jaar of 2 jaar, of bij mij heeft het zelfs wel bij één opstelling 3 jaar geduurd, voordat de dingen op zijn plek vielen. Traumaheling werkt juist met wat er in het lichaam en in het zenuwstelsel geblokkeerd is en opgeslagen zit. In de traumaheling heronderhandel je wat er gebeurd is. Heronderhandel je alles wat er in je systeem gebeurd is na een prikkel die eenmalig te sterk was of die over een hele tijd verspreid te sterk was. Dus iets wat dagelijks gebeurde, bijvoorbeeld vroeger thuis. Of wat dagelijks of wat wekelijks gebeurde. Bijvoorbeeld bij incest of bij huiselijk geweld, wat je zelf ervaren hebt of wat je gezien hebt bij je ouders. En dat heronderhandelen betekent het opnieuw contact gaan maken met eerst wat er om het trauma heen zit en dan steeds dichter werken naar de traumatische gebeurtenis zelf. Waarbij je opnieuw gaat ervaren de sensaties in je lichaam, de emoties. Je gedragspatronen, de betekenis die je geeft. En door daarmee te werken, kan de betekenis anders worden, kan er een positievere betekenis komen, kan het lichaam zich geleidelijk aan gaan ontspannen, omdat er meer veerkracht opgebouwd wordt om heftige prikkels op te vangen. Dus er wordt gewerkt aan je hulpbronnen, aan je veerkracht, aan het
gaan voelen van de emoties en de emoties op leren vangen. En zo worden alle aspecten van dat trauma, die een hele kluwe in je waren, worden uit elkaar gehaald, zodat er meer ruimte ontstaat. En ik vind het heel kostbaar dat ik volg nu de traumaopleiding, de Somatic Experiencing opleiding. En ik heb ook zelfs diverse familieopstellingen, opleidingen gedaan. En bij familieopstellingen is het zo dat je niet zomaar een familieopstelling kunt geven wanneer er een heel heftige traumareactie voor staat. Dus dan is het belangrijk om eerst met het trauma te werken. Om eerst te zorgen dat de bedding er ook is in het lichaam om überhaupt de familieopstelling te kunnen doen. Maar het kan ook zijn dat iemand steeds maar blijft werken aan het trauma, terwijl er niet gekeken is naar wat die persoon draagt vanuit het familiesysteem. Dus dat is ook een gemiste kans. Dus ik zie beide als heel belangrijk. En ik vind het voor mezelf ook belangrijk dat ik zowel weet hoe ik met trauma om moet gaan, als dat ik weet hoe ik om moet gaan met de verstrikkingen binnen het familiesysteem. Omdat ik dan een overzicht heb als iemand mij iets vertelt, en ook in de familieopstellingen gebruik ik mijn ervaring en wat ik weet uit het traumawerk. Omdat ik kan zien dan als iemand in de opstelling bijvoorbeeld ineens in een soort bevroren toestand komt. Dan kan ik daarmee omgaan, dan kan ik daarmee dealen. Dus in die zin zijn beide poten belangrijk. Ik vond het heel mooi toen ik het erover had met een hele bekende familieopsteller en traumatherapeut, Bertolt Oelsamer, waar ik heel veel van geleerd heb, had ik het erover of ik over mijn overweging om de Somatic Experiencing opleiding te gaan doen, de traumahelingsopleiding van 3 jaar. En uiteindelijk bracht het me heel veel dat hij aangaf van, voor mij zijn de familieopstellingen en de traumaheling, de somatic experiencing, zijn twee therapeutische ingangen, twee therapeutische tools. Het zijn twee vleugels. Het zijn twee vleugels van een vogel. En dat kwam omdat ik aan Bertolt Oelsamer vroeg van hoe staat de somatic experiencing in relatie tot meditatie. Dat was voor mij heel belangrijk, omdat voor mij meditatie de kern is. Dus dat is ook heel belangrijk voor mij, dat ik vanuit een meditatieve houding kan kijken en ook bij mezelf kan blijven en die ander kan ondersteunen om bij zichzelf te blijven. Maar ik zat met dat meditatiestuk en hij zei toen, de traumaheling is één vleugel voor mij, de familieopstellingen, de andere vleugel van de vogel. En die vogel vliegt door de ruimte van meditatie. Meditatie is het allesomvattende, het geheel, het universum, het bewustzijn, uiteindelijk het bewustzijn van dat we deel zijn van het geheel, dat we de verbonden zijn met het geheel en dat we in feite het bewustzijn zijn. Dat is meditatie. En nu ervaar ik ook zelf dat zowel de vleugel van de familieopstellingen als de vleugel van de traumaheling kunnen ook hele kleine dingen zijn die gebeuren in het dagelijks leven en waar je van die je enorm triggeren, die beide ingangen van de familieopstellingen en van de traumaheling,
Die maken het mogelijk dat ik als vogel door die ruimte van meditatie kan vliegen, in die ruimte van meditatie kan zijn, dat ik ook mijn vleugels uit kan slaan en levend ben en kan vliegen. En ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn depressies, waarvan ik dacht dat ik er nooit uit zou komen, en mijn eetproblemen heb kunnen transformeren. En dat maakt ook dat ik zo graag deel wat kan helpen om weer te vliegen, om de vleugels uit te slaan en ook als vogel met de pootjes over de grond te kunnen lopen en verbonden te kunnen zijn met de aarde. In de beschrijving onder dit filmpje deel ik meer informatie over wat ik aanbied en noem ik ook de link naar mijn pagina op mijn website over familieopstellingen, de link naar mijn playlist van filmpjes over traumaheling en de link naar mijn playlist met filmpjes over familieopstellingen. Dat was wat ik over dit onderwerp wilde delen.